De kustmarathon hardlopen doe je niet zomaar. Daarom hier de komende periode iedere week een tip. Je moet veel trainen om 42 kilometer achter elkaar te kunnen hardlopen en in Zoutelanden uit te komen. Maar hoe pak je dat nou aan? Ga je gewoon een beetje hardlopen en draven totdat je moe bent? Of volg je bijvoorbeeld een hardloopschema? Trainer Jan de Wilde maakt hardloopschema's. Want waar moet je nou op letten in die voorbereiding? De verhouding arbeid-rust. Je kan dus veel kilometers maken, maar als je daar niet van herstelt, dan breng je niks op en dan raak je geblesseerd of overtraind. Dus dat is heel belangrijk om dat in het hoofd te houden. Ik hou zelf rekening met de tijd die de mensen hebben, de situatie thuis. Heb je veel kinderen, jonge kinderen, kun je niet slapen? Heb je s'avonds tijd, s'morgens tijd, van al dat soort dingen. En dat staat niet in een schema op internet. En, ja, en bovendien word je ook niet begeleid. Hoeveel kilometer moet je nou minimaal per week trainen om lekker die kustmarathon uit te kunnen lopen? Ja, minimaal. Ik vind dat toch meestal 3 tot 4 keer in de week moeten trainen. En dan zit je toch gauw aan 50 kilometer in de week. Ja, minimaal. Zeker, ja. Ja. Is er nog een speciaal geheim? Dat is er zeker, maar dat vertel ik niet. Ha ha ha.